Het Openbaar Ministerie is vandaag weer begonnen met de rechtszittingen. Vandaag heeft de voortzetting van de strafzaak van Jean Mixon, meer bekend als Saya, plaatsgevonden. Tijdens de rechtszaak is Saya in vrijheid gesteld. Op 5 januari wordt de behandeling van het 8 december strafproces voortgezet. De trio en Wayana gemeenschappen hebben een Code of Conduct handboek waarin dorpsregels zijn opgenomen. Dit handboek is een resultaat van de samenwerking tussen Conservation International Suriname en de Organisatie van Inheemse Volkeren in Suriname. Het handboek moet dienen als leidraad in de communicatie om tot verdere ontwikkeling van de twee inheemse stammen te komen.